Hallo, zet ik nou een video te maken? Hé, Sophie. Ik wil nog slapen. Wil je nog slapen? Ja. Helaas. Dat is niet mogelijk. Ik zie er ook uit alsof ik nog moet slapen, hoor. Nee, zie jij er altijd. Oh. Dat was gemeen. Ik wou zeggen, zie je er altijd als je nog in bed ligt. Kijk daar nou eens. Het is een zeldzaam lekker ding. Hoi! Wat heb jij? Dit is kwark, hè? En jij hebt dit. Oh. Dank je. Ik ben weer mijn bed uitgesleept om te gaan sporten op de zaterdag. En ik heb deze broek aan van Nike. En dit shirtje is van de Primark. En de sport-BH is van de Action zelfs. En that's it. Ik denk dat ik me gewoon niet op ga maken. Ik heb er geen zin in. Even een schemaatje in elkaar knallen. Maar hij wil naar Tiel gaan. En hij is geen 21. Wij zijn even boodschapjes aan het doen. En we hebben een nieuwe pindakaas gevonden. Op grote stukjes. Maar ze zijn wel op grote stukjes. Het is gewoon Albert Heijn weer, maar hij is veel goedkoper dan Colby. En de ingrediënten zijn niet anders. Zullen we eens kijken? Wacht, we gaan een productvergelijking doen. Wij zien, ja, het is bijna niet te lezen, maar... Zeg het maar. Eiwitten. 26 gram per 100 gram in de Albert Heijn. En 21 gram in de... Calvé. In de Calvé. Hier, vetten. 58 gram in de Calvé en 49... In die van de Albert Heijn. Dus die Albert Heijn is gewoon beter eigenlijk. Als we dan kijken maar naar... Maar deze loopt wel weg, zie je dat? En die niet. Dus mm-hmm. Die is dunner. Ja. Aantal verzadigde vetzuur is een gram minder bij deze, maar dat is op zich logisch. Ik ga hem straks op brood doen, dan ga ik zeggen of die lekker is. Wekelijkse opruimbeurt is weer bezig. Ik heb lekker alle was opgevouwen. En deze tas is leeg, dus die moet eigenlijk gewoon weg. Ik zit erin. Ijskaartjes. Hey. Oh nee, hele stiekjes. Oh, had ik hem bijna weggegooid. Dat was ik alweer vergeten. Hele stiekjes. En ja, nou eens even. Haha, oh, tijger. Dat is ook zo eng. Zit je, ja, zit je veilig onder de bank? Ga je onder de bank stofzuigen? Ja, ik moet niet dan, maar ik kan hem niet onder vandaan. Ja, ik moet er niet onder vandaan komen. Blijf maar lekker hier, schat. En dan de welverdiende uitgebreide lunch. We hebben speldbolletjes. Nou, de pindakaas dan. Red Bull, aha. Pesto mozzarella. Rookvlees en kipfilet en ananas. Bam. Nou, dan moet ik hem even goed doorroeren. Ja, hij ziet er echt heel vloeibaar uit. Nou, maar dat moet elke pindakaas in. Nee, Calvé heeft dat niet. Zo, hier zitten grote stukken in, jongen. Moet je kijken. Het stond er ook op, grote stukken. Lekker. Mm. Ik ruik niks. Oh, ruikt lekker. Smeer hem er maar op. Wow, hij is echt vet zacht. Hij is wel vet zacht, maar dat betekent dat er... Wat betekent dat, lieve mensen? Lieve volgers, kijkertjes? Weet ik niet. Veel olie. Ja, dus relatief meer... Onverzadigde vetzuur, want hoe harder het is... Hoe meer er aan toegevoegd is. Nee, als je verzadigde vetzuren zijn hard van originele vorm. Oh. Ja, is gewoon leuk dit. Neem ze hap dan. Oké, wacht even. En? Ja, gewoon. Is het net als café? Ja. Oh. Niet relaxter op een druiderig dag. Lekker de voice kijken onder een dekentje. Oh, man.
ben ik trouwens de enige die baard bij Waylon het echt niet vindt. Ik vind Waylon echt, ik bedoel, die ogen, wauw. Maar hij heeft dus nu een baard. Als je het nog niet gezien hebt, moet je het even opzoeken op YouTube of zo. Maar het is echt gek. Je kan het trouwens vast ook wel op zijn Facebook vinden. Ik heb nog niet gedoucht na het sporten, maar dat ga ik zo wel doen. Want ik zit gewoon hier in mijn baggy trui. Jarno is naar het volleyballen, want die heeft een wedstrijd straks. En ik ben gewoon aan het chillen in mijn up. Ik heb dus op aanraden van Jarno een salade gekocht. Italiaanse kip, gemarineerde pasta, pesto. En er zitten olijven in. En dat had ik natuurlijk zelf ook al wel kunnen zien, maar dat zie ik nu pas. Dus ik ga het in ieder geval proberen. En als het niet lekker is... Oh. Volgens mij zitten ze... Oh, wacht. Kijk, volgens mij zitten ze alleen hierin. Dus ik ga ze er gewoon uit vissen. Gaat zien. Oh, ik vind olijven zo vies. Er is echt weinig meer op de wereld waar ik echt ongelukkig van word. En hier zitten ze niet in. Oh, kijk. Oh, dat biedt perspectief. Ik ben me aan het klaarmaken voor het werk. En deze jas. Dit is een Primark jas. En letterlijk. Ik denk... 6 van mijn collega's hebben hem ook. Maar dan allemaal in een andere kleur. De een heeft dan ook een beetje... Ja, deze is echt een beetje zwart-zwart. En dan hebben ze hem in het grijs met gaten. Er is er één in spijker met gaten. Er is er gewoon eentje in licht spijker. Er is eentje in donker spijker. Het is echt bizar. Deze jas heeft echt letterlijk iedereen. Ik vind hem nog steeds leuk hoor. Daarvan niet. Maar het is echt... Ja, daarom heeft iedereen hem ook. Omdat hij ook zo leuk is. Ik heb dus vanavond een partij... En dat is een goede borrel in de bar. 65 man geloof ik. Dus ik heb er wel zin in. Het is gewoon lekker drankjes, hapjes. Ja, weet je. En meestal met dit soort dingen, dan is het gewoon echt gezellig. Dan komen ze om te borrelen voor gezelligheid. En een diner is toch een andere sfeer. Dit is echt een beetje een klein feestje. En daar hou ik echt wel van. Ik ben gek op feestjes. Het wordt hier dan wel heel donker. Ik laat de ganglampen aan, dus dan ga ik aan het werk. Het is nu echt heel donker, sorry. En dan zie ik jullie straks weer. Ik ben weer terug van het werken. En Jarno is ook nog wakker, want hij is nu pas terug van de wedstrijd. En hij heeft heel goed gespeeld. Ja, hij heeft de hele wedstrijd gespeeld en ze hebben met 3-1 gewonnen. En ik had echt een superleuke partij. Ze waren heel lief. Ze zeiden, oh echt, jullie waren zo lief. En ik heb nog nooit zo'n lief personeel meegemaakt. Dat was echt zo schattig. Dus we hebben, auw, ligt hier gewoon een spijker. Topavond gehad. We hebben allebei een topavond gehad. Behalve dat ik nu in de spijker trap. Maar ja. Dikke doei. En we gaan lekker slapen, want morgen gaan we naar de sauna. Dus. Ja. Bedankt voor het kijken en tot morgen.